Upstairs Weert boekte afgelopen donderdag een belangrijke overwinning op concurrent Zwolle. Mede dankzij Jeremy Ormskerk die goed van de bank afkwam. Ja, ging wel lekker. Ja. De schoten gingen elke keer weer raak, dus voelde goed. Wat is er met Weert gebeurd de laatste weken? Waarom loopt het ineens? Ik heb geen idee eigenlijk. Gaat gewoon goed opeens, dus mocht ook wel een keer weer. Hè? Man van weinig woorden, maar wel 3 uit 5 driepunters voor Ormskerk tegen Zwolle. Tegenstander vandaag is Den Helder. Die raakte hun hoofdsponsor kwijt, want die ging failliet afgelopen week, Blue Stream. En er was ook een ruzie tussen coach Remy de Wit en speler Chu de Paula. Den Helder is de nummer laatst, heeft van de laatste 15 wedstrijden er maar 1 gewonnen. Kortom, er valt wat te halen voor Weert. Eigenlijk mag Weert hier niet van verliezen. En Upstairs begint goed via een score van Steve Ross en dan de 3 punten van Nick Stapleton. Zo wordt het al snel 13 tegen 2 voor de ploeg die van de laatste 6 wedstrijden er 4 heeft gewonnen en de weg omhoog heeft gevonden. Maar het speelde ook af en toe slordig in het eerste kwart. Onderschepping van Matt Witt en dan goaltending van Steve Ross levert dus Matt Witt, de clubtopscorer van Den Helder, een score op. Blue Stream komt terug tot 4 punten, 19 tegen 15, maar dankzij deze knappe score van Simon Flux, die de laatste weken goed van de bank afkwam, wordt het 7 punten verschil aan het eind van het eerste kwart. En dan breekt weer het kwartiertje van Nick Stapleton aan in het tweede kwart. Bal gaat via Klots in de hoek naar Elmi Smit, die ziet Nick Stapleton vrijstaan, een meter achter de 3-puntslijn en daar is hij weer. Stapleton samen met Steve Ross de laatste 7 wedstrijden goed voor gemiddeld 21 punten per wedstrijd. Ze schieten er samen 37 van de 84 driepuntspogingen in. Dit is geen 3 punten, maar wel een fraaie jumper van Steve Ross. Die in de eerste helft goed was voor 16 punten, 7 uit 9. En Weert gaat dan door. Niels Voorhout krijgt die bal met een gelukje terug. Maar dan dringt de tijd en dan half hangend achter het bord deze onmogelijke score. Van de man die altijd goede dingen van de bank af doet, Niels Voorhout voor Upstairs Weert. Maar Den Helder heeft ze nog niet gewonnen. De bal komt bij Darnell Dials. Een jumpertje vanaf de kop. En hij had 10 punten en 4 rebounds in het eerste kwart voor het geplaagde Den Helder. Nick Stapleton vlak voor de rust met deze drive. Hij had 23 punten, 5 uit 8 driepunters in de eerste helft. En de ploeg Weert schoot 17 uit 29 van het veld met 6 raken driepunters, waarvan dus 5 van Stapleton. Upstairs begint met een voorsprong van 16 punten aan het derde kwart en bouwt die voorsprong uit naar een maximale voorsprong van 21 punten. Daar is Steve Ross weer met de 3 punten. Let dan op Olaf Petersen, die rolt hier goed af naar zijn blok. En de lange man van Den Helder knalt de 3 punten binnen en houdt zo de hoop voor zijn ploeg levend in deze wedstrijd. Opnieuw de Helmenaar in de aanval, Terry Sass naar Dials. Die komt er niet lekker uit, dan is de rebound. Marcus Jackson had er 5 in totaal plus 8 punten en coast to coast Omni Smit met de drive. Ook hij ging meescoren in het derde kwart. En dan deze curieuze actie. Helemaal vrij om te gaan dunken, althans dat was het plan, maar hij verstapt zich, Nick Stapleton. En zo krijg je de lachers op je hand. Of niet, natuurlijk andere dingen, dat kan ook. Omni Smit met een balletje naar Marcus Jackson en dan mag Steve Ross voordoen hoe het wel moet. Snijdt goed in en komt met deze dunk en staat dan al op 29 punten. 13 verschil aan het begin van het vierde kwart. Den Helder steekt nog een keer de koppen bij elkaar om toch misschien wat aan die achterstand te gaan doen. Aanval van Upstairs Weert. Ormskerk gooit die bal weg. En dan Matt Witt. En let op, dit is een hele slimme speler. Faked even dat hij terugpaast, stapt er dan weer langs en scoort. En hij was goed voor de 24 punten in deze wedstrijd. En Den Helder ruikt bloed. Chu de Paula had dus ruzie met zijn coach deze week. Maar schiet hier de 3 punten binnen en brengt dan het verschil terug naar nog maar 8 punten. 84-76. En dan zit de schrik er ineens in de Upstairs Arena. Weer de Paula, maar nu mist hij. En dan Nick Stapleton. Gooit even de tempo omhoog. Bal aan de zijkant naar Niels Voorhout. Want die is er altijd als er gescoord moet worden op de belangrijke momenten. Mitchell Kouwijzen speelde een goede wedstrijd voor Den Helder. Komt hij met de drive. Bedient daar Dials voor de dunk. 10 verschil, 95-85. Maar het zou de laatste oprisping van Den Helder zijn. Want hier komt Nick Stapleton in de overdrive. En nu gewoon een simpel lay-upje. En dan wordt het weer 15 punten verschil. En gaat de wedstrijd in het slot. En mag Simon Flux de eindstand gaan bepalen op 109-96. Ross had er 31, Stapleton had er 31. En de wedstrijd had misschien wel eerder beslist kunnen worden.
once again, we got back to our old ways. We got real lackadaisical. We came out, jumped on them early, and we should have put them away early. But we let them get back in the game, and then at the end, we pulled away again. What happened on that play? This court, I don't know. It's kind of slippery sometimes, and my foot just came up under me. So, you know, my teammates gonna give me a hard time about that one. So I was about to go up and dunk it. So it's all good. Het is hem vergeven, de man in vorm, Nick Stapleton. Weert wint weer voor de vijfde keer in de laatste zeven wedstrijden. En het klimt naar de zevende plaats op de ranglijst.